Oké, de kijker die heeft achtergelaten, Duffy, gebruik de twee orbs tegelijkertijd. Je bent een real legend, het werkt gewoon. Wauw. En dan zien we namelijk nu het volgende mens, dat is namelijk dit. 307, 369. Kortom, degene die ik vooraan heb staan, die werkt. Maar ze werken dus niet allebei. En dan is nu de vraag, wat nou als ik ze... Ja, daar staat ik weer helemaal nergens op een mens, ik weet het, maar goed. Wat nou als ik ze zo ga zetten, wat gaat er dan nu gebeuren? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag natuurlijk lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. En als je ook nieuw bent, abonneer, welkom. Voor de mensen, er zijn geen 250 likes gehad. Dat betekent natuurlijk dat er geen extra naam in de boom komt. Dan zou ik daar sorry voor kunnen zeggen. Maar dat doe ik lekker niet. Mensen, welkom. Heb je natuurlijk, wat ik zei, zin in? Duimpje, ben nieuw, abonneer. Hallo, welkom. Dankjewel natuurlijk voor de reacties achtergelaten op de vorige video. Waarbij mensen vonden een aantal dat ik misschien iets dankbaarder aan professor Oak moest zijn over het feit dat ik een Pokémon van hem heb gekregen. Zou kunnen. Oké, zou kunnen. Maar maakt helemaal niet uit. Mensen, we zijn er vandaag weer. We gaan vandaag natuurlijk ons best doen. Ik hoop dat we natuurlijk vandaag ook ons team ready kunnen maken. En met ready maken is misschien overdreven, want we hebben natuurlijk nog een Pokémon... Venusaur, die hebben we natuurlijk nog helemaal moeten trainen op zich, maar you get what I mean, dat we die in ieder geval relatief ready kunnen maken. En ondertussen vullen we natuurlijk ook gewoon onze orb, dus dat is het hele probleem niet. En in de tussentijd kunnen we dan natuurlijk gewoon lekker doorgaan. Maar dan wil ik namelijk natuurlijk proberen om dit weekend alsnog natuurlijk een keertje de gym aan te gaan vallen. Om te kijken van, goh, kunnen we hem dan nu wel gaan verslaan? Want ja, dat moet nu toch wel een keertje gaan gebeuren. Overigens voor de mensen die vragen, Duffy, ga je nog live of dit of dat of zus of zo? Hou gewoon Duffy meer in de gaten, mensen. Hou gewoon freaking Duffy meer in de gaten. Want voor je het weet ben ik live en dan mis je het weer. En dan zeg je weer, ja, maar Duffy, kies je niet live was en dit, dat. En dan zeg ik weer, ja, maar ja, ik heb gezegd dat als ik live ging, dan is het daar. En weet je wel, dan krijg je een soort van bananenmilkshake. En dat is ook natuurlijk niet iets wat je wil. Dus voor de mensen, let daar vooral eventjes op, oké? Voor nu dump ik gewoon alle spullen weer eventjes. There we go. Ik heb trouwens ook heel veel troep in mijn inventory, zie ik nu zeggen. Jeetje. Dit doen we even allemaal zo. Ik weet ook niet waarom ik die bijvoorbeeld random bij me heb, maar goed. There we go. Toppie, goed. Dan kunnen we in ieder geval natuurlijk door. Voor de mensen, ik zag ook in de reactie aan de mensen zeiden dat ik wel met Ditto moest gaan trainen. Daar ga ik het natuurlijk straks ook meer over hebben, over de reactie over Ditto. Oh my god, gaan we dit gezeik weer krijgen? There we go. Over Ditto. Want ja, nou, dat dus aangezien natuurlijk Ditto is op zich best handig en weet ik het allemaal. Maar tegelijkertijd is het ook... maar het gaat allemaal goed komen. Mensen hadden ook Duffy gebruikt die breeding machine die daar stond om Pokémon te breeden. Of probeer hem daar weg te halen, zeg maar. Ik weet niet of dat kan. Of ik hem daar, zeg maar, weg kan halen. Of die dan heel blijft, zeg maar. Dat is meer hetgeen waarvan ik denk van, yo, kan dat? Kan ik die breeding machine daar gewoon letterlijk weg minen? Dat ik hem uiteindelijk gewoon niet meer invet, dat ik hem mee kan nemen. Is dat een mogelijkheid, de ja of de nee? Mensen, heb ik al een Lotad? Heb ik al een Lotad? Wait. Ah. Ik was heel veel blij. Oh, doe ik weer de verkeerde aanval. Ik was heel even blij, mensen. Sorry. Dit gaat niet goed. Ik moet deze aanval doen. Voor de mensen die zeggen van, Duffy, hoezo dacht je van, heb ik al een Lotad? Ik was even vergeten dat we gewoon... Ludicolo had, oké. Dus just leave me alone, alright? Just leave me alone. Maar ik zag hem daar, ik denk... Maar nee, want voor de mensen, Lotad, die kom je niet heel erg vaak tegen, though. Dus als je hem dan ziet, dan denk je van, nou... Maar ja, is voor me ook echt de eerste keer dat ik hem, sinds dat ik hem heb gevangen, weer ben tegengekomen. En dat is best lang geleden. Maar dat maakt helemaal niet uit. Terwijl je nog steeds bezig bent aan het struggelen met deze Legendary, waar we wel een klein beetje moeite mee hebben, maar we hebben hem nu. There we go. Hoppatee, dankjewel voor al je level. Oeh, Staraptor is in ieder geval nu level 60. Dat is nice. Want dan kun je die natuurlijk omgaan wist nu snel met onze Venusaur. Om natuurlijk uiteindelijk door te gaan trainen. We gaan ze op de natuurlijk even een naam in de boom hangen. Maar voordat we dat gaan doen, mensen. Iemand liet een reactie achter. En die zei, Duffy, gebruik... Nou ja, natuurlijk mijn orb om natuurlijk een Zapdos te maken. Maar dan dacht ik van, ja, maar ik kan toch niet twee orbs tegelijkertijd gebruiken. Right? Dat als ik de ene vul, dat ik ook de andere vul. Kijk, ik wil het best gaan proberen. Ik bedoel, graag zelfs natuurlijk dat gaat werken. Maar ik heb zoiets van...
Dat zou toch wel belachelijk OP zijn als het zo zou doen dat je twee orbs tegelijkertijd kan vullen, right? Ik bedoel, we zijn natuurlijk nu lekker met deze bezig. Ik bedoel, vandaag gaat hij sowieso onder de 300 komen. Maar hoe OP zou het zijn als je dus ook de andere orb voor Zapdos natuurlijk kan maken. En die tegelijkertijd kan vullen. Dus dan moeten we hem even gaan proberen. Dan gaan we denk ik na deze Gengar even doen. Hoewel ik wel eigenlijk wil ik eerst, voordat ik hier weg ga mensen. Hopelijk overleef ik dit. Ja, there we go. Eigenlijk wil ik eerst er eventjes voor zorgen dat Pikachu en Magneson en Victory Bell ook even level 60 zijn. Hoor ik je denken, Duffy, waarom? Dan is dat tenminste klaar. Anders moeten we weer terugkomen, moeten we eens dat weer doen, dan weer dit, dan weer dat. Weet je, daar schieten we ook niks meer op. Dus wat ik wil doen is, ik wil eerst even Victory Bell, Victory Bell en Pikachu en Magneson naar level 60 brengen. En dan wil ik doorgaan naar het volgende. En dan gaan we natuurlijk ook even dingen in de boom hangen, want er zijn ook een aantal vragen achtergelaten. Die tegelijkertijd ook goede reacties waren. Dus waar we het natuurlijk zeker ook nog even gaan hebben. Ook betreft de server. Dus er komt nog heel veel aan. Er komt echt nog heel veel aan. Maar ja, we moeten ook ondertussen trainen. Dat is wel iets, ja. Het is makkelijker in livestreams. Nu gaan mensen zeggen, Duffy, ga dan vanavond live met Pixelmon. Ik ben sowieso vanavond live, mensen. Maar of mijn Pixelmon is, weet ik niet. Want ik ben sowieso live in ieder geval op de Mindsphere server. Dus dat is één ding wat zeker is. Zo, wederom alweer een level up zijn. There we go. Dus dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Dus, just saying. Ga af en toe dus meer. Wat ik nu ga doen is het volgende. Deze mag eraf en deze mag er ook af. Deze is allebei nu level 60. Oké, even heel veel mee doen. Ik zet ze gewoon even hier neer. There we go. En dan zouden wij natuurlijk ondertussen het andere team wel eens kunnen trainen. Kijk, dit team moet minimaal naar level 70. Dit daarentegen minder. Dit zou ook allemaal naar 70 moeten. Ugh. We pakken even gewoon onze Lulip. En we pakken ook even onze Slaking erbij. Want ja, die kunnen natuurlijk altijd nog gewoon wat leveltjes hier en daar krijgen. Zo. En dan moeten we nog eventjes één level die gaan trainen. En dan zijn we ready to go. En ik denk dat de mensen ook wel begrijpen dat ik dit even af wil hebben voordat ik allemaal rare dingen ga doen. Leap level up, dankjewel hoor, dankjewel. Oeh, hallo shiny Mega Sableye. There we go, super effective. Oké. Wat is dit? Oh, dat is een ander soort orb. Victory Bell man, kom op. Je moet echt nou even gaan levelen man, we wachten op jou. Mensen, blame Victory Bell voor deze, oké? Blame Victory Bell. Venusaur gaat giga drain. Oeh, nice. Daar gaan we daarvoor doen. Ik krijg weer een... Oh, we krijgen... Er gaan nu zo'n ding op de grond flikkeren. Omdat mijn inventory zo ontiegelijk vol zit met een troep, kan het er allemaal bijna niet meer in. En dat is prettig vervelend. Maar ik sta nu die Victory Bell, kom op man. We wachten echt allemaal op jou. En ik vind dat lijkt helemaal niet erg op mensen wat ik moet trainen, maar hè? Oh mijn god. Oh, hier zit hij. Ik wil zeggen, moeten we... Nee! Miss Magius. Maat, blijf met je fucking waterhoofd staan, joh! Sorry mensen, voor mijn uitlating. Sorry, ik zal het niet meer doen. Sorry. Ik mag dat ding niet zeggen. Kijk, there we go. Victory Bell heeft ook level up, toppie. Dan kunnen we nou hier weer naartoe, dan kunnen we even snel healen. En dan hebben we in ieder geval een groot deel van ons grasteam, om zo maar te zeggen, om de watergym aan te kunnen, al op level. Dus dat is fijn. We hoeven nog maar een klein beetje bij te trainen en dan zijn we helemaal ready to freaking go. Dus deze kan ondertussen daar komen te staan. We nemen onze Heracross ook nog even mee, want die moeten ze dus ook hoger. Weet je, het is mensen, want hoe je het ook bent of verkeerd, level 50 is niet meer genoeg, hè. Dat weten ze inmiddels ook, level 50 is niet meer genoeg voor ons. We moeten hoger. Dus ja. We kunnen maar net zo goed allemaal gewoon even meenemen. Heb je van nu eerst naar onze home toe? Dan ga ik eerst nu deze plates even allemaal opruimen. En nee, ik hoef ze inderdaad allemaal niet meer mee te nemen. Maar sure, ik doe het toch maar eventjes. There we go. Deze orb kunnen we hier achterlaten. Deze bracelet wil ik gaan verkopen. Deze gems had ik nog niet. Zo, deze bracelet wil ik ook gaan verkopen. Dan moet ik een Thunderstone pakken. There we go. Ja mensen, we gaan nu hard hoor. We gaan keihard. Dan kunnen we natuurlijk ook nog even onze Black Apricorns opruimen. En dan zijn wij ready to go, voor zover we ready to go kunnen zijn. Dan gaan wij dus nu eerst onze orb mensen samenvoegen met dus onze Thunderstone. Want dan kunnen we natuurlijk ervoor zorgen, zoals je kan zien, de orb op Static Souls. Kortom, dit is de orb voor Zapdos. Die hebben we dus nu hier ook bij. Dat betekent, we hebben hier dus de Moltres. Dit is Zapdos. Dat zeg ik helemaal verkeerd. We hebben hier... We hebben hier Articuno, we hebben hier Zapdos en Moltres hebben natuurlijk al in onze Pokébox zitten. Kortom, de drie legendaries zijn binnen handbereik. Ik heb gelukkig twee Masterballen om natuurlijk deze weer te vangen. Maar mocht natuurlijk nu nog een andere legendary ergens spannen die ik bijvoorbeeld niet heb. Yo, moet ik daar natuurlijk wel mijn Masterballen voor gebruiken. Want we weten allemaal hoe Duffy is. Kom maar.
Ik wil ze niet allemaal gaan verkopen, maar ik wilde zeker 30 gaan verkopen. There we go. Niet omdat ik het geld nodig heb, maar zoveel rare candy zou ik nou ook weer niet nodig. En daarbij kan ik ook kijken. Ik gebruik eigenlijk never ever nooit die rare candy. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. We gaan nu eerst even snel namen in de boom hangen. Want dit heeft namelijk ook te maken met de server. Een aantal van deze reacties. Wat zeg je dan? Is het een mega? Ben jij dan? Oh, dat is de evaluatie van die kersen-Pokémon. Oké. Okay. Voor de mensen die denken, Duffy een kersen-Pokémon? For real? Yep. Kersen-Pokémon. Kersen-Pokémon. Oké, goed. We gaan gewoon hier beginnen. De eerste reactie is van Daniel. En ik kan geen puntje op je edu, jongen. Sorry. Fures. En het is een hele lange reactie, mensen. Ik lees hem eventjes snel voor. Woehoe, een grot vol ditto. Vangen die boel. Dat kan denk ik niet. By the way, je hebt ook die legendary kunnen vangen en daarna een dealer kunnen geven. 3 keer als excuus voor het stelen van de legendary in het begin van de serie. Lol. Nee. Wist je dat ditto een transform aanval maakt ditto een sterkere versie van de tegenstander Pokémon? Die van Mew is sterker, maar toch. Oké. Okay. Dus als je ditto levelt en hem heel snel maakt met de combinatie gebruik met sleep powder of hypnose... Een aanval tegenstander in slaap valt. Ja, dat snap ik ook. Zou je dus technisch gezien een tegenstander Pokémon kunnen gebruiken. Dezelfde die dan eigenlijk sterker is. En daarna zit je nog Oma, want het klinkt ondankbaar. En geef je een Pokémon waardoor je kan breeden. Pokémon normaal gesproken niet snel tegenkomt. En dat doe je zo. Pas maar op als er ook niet weer boos wordt. En je straks niets meer krijgt. Lol. Is de zoon van professor ook. Dankjewel voor het achterlaten van de reactie, van de tip. Natuurlijk met name om dus de ditto te trainen. En er zijn ook nog een reactie mensen van Yuri de Bakker, kappa. Yuri Bakker en die zei, Duffy, gewoon een vraagje hoor. Wacht, weet je wat zei het meteen weer? Surfer info, there we go. Dan kan ik dus natuurlijk gewoon lekker door. Hij zei, Duffy, vraag je hoor, maar komt er ook een DIN-map of zo? Zou wel handig zijn dat je alle biomes kunt zien en zorg ervoor dat in de server alle biomes zitten voor alle Pokémon wat nodig is. Want anders kun je ze niet allemaal vangen en dat zou zonde zijn. Een DIN-map, nee. En natuurlijk zorgen ervoor dat biomes vindbaar, of alle biomes natuurlijk erin zullen zitten. Want, we snappen het ook. En waarom er geen DIN-map is, is, ga je uw minimap hier en daarmee kunnen we het gewoon doen. Dus, duidelijk, mooi zo. Duffy, de man die alles kan. Dankjewel. Ik ga heel het weekend van Ditto genieten. Hij had honger, niet normaal, zo zie je maar. Niet iedereen kan met de Pokémon omgaan. Waaronder jij, grapje. Rustig maar. Nu nog een meeting, kappa. Mensen, ik ga in protest. Ik meen het, ik ga echt in protest. Ik ga mensen in protest... om het feit hoe professor ook met mij omgaat. Dat houdt ook in. Ik ga gewoon morgen gewoon geen boekje lezen van professor ook. Fuck it. Okay, misschien wel, maar alsnog. Fuck it. Dit is echt... Goed, mensen. We zijn nu in ieder geval de Boss Tower. We gaan nu namelijk testen. De reactie die natuurlijk is achtergelaten. Die zei van Duffy, maak ook je Zapdos Orb. En ga dan tegelijk daarmee killen. Want de vuur is allebei. We gaan nu kijken of het ook daadwerkelijk klopt. Ik denk het niet... Maar misschien ook wel weer wel. En dat zou natuurlijk super episch zijn. Want dan kunnen we 2 keer zo snel nieuwe legendaries krijgen. Dus laten we eens even lekker gaan proberen. Om 2 orbs tegelijkertijd te vullen. Met het killen van Pokémon. En dan natuurlijk krijgen wij meteen een Miss Mangus van level 103. Maar dat maakt op zich niet uit. Hij kan natuurlijk nu wel een Masterball droppen. Dus in dat geval doet hij dat niet. En oké, de kijker die heeft achtergelaten. Duffy, gebruik de 2 orbs tegelijkertijd. Je bent een real legend. Het werkt gewoon. Wauw. dat wil ik dus nu al meteen zeggen. Iedereen die Pixelmon speelt en weet ik het allemaal. En je hebt meerdere orbs en je bent aan het gaan voor die legendaries. Vul ze allemaal gewoon, want het werkt. What the freaking hell. Ik wist dit oprecht niet. Ik dacht echt dat dit een tussenhaakje grapje was, zeg maar. Maar nee, wauw. Je hoort het misschien ook bij mij. Ik ben een beetje, ik denk van, wait, what? Maar oké. Okay. Yo, dit is super episch. Dit is echt super, super episch. Damn. Wauw. Maar wat ik zeg, hierdoor heb je natuurlijk wel 2 keer zo snel die legendary. In plaats van, we moeten 1 orb tegelijkertijd gebruiken, weet ik het allemaal. Maar ik weet niet waarom ik dan dacht dat het vroeger niet zo was, maar... I don't know. Ik meen me toch ook echt te herinneren dat dat vroeger gewoon niet zo was. Maar ja. Misschien dat het komt door Pixelmon Reforged, wat ook allemaal dat het daardoor is, maar... I don't know. Overigens over de Pixelmon gesproken, mensen. Belangrijk, toch wel. Ik heb met Dylan erover gehad. De Pixelmon server is dus ook alleen maar speelbaar voor de mensen met Pixelmon Reforged. Kortom, je moet Pixelmon Reforged daarvoor gaan gebruiken. En hoe je dat natuurlijk kan installeren. Ik heb natuurlijk een installatievideo gemaakt. Zal ik ook weer linken onder deze video. Want dan kan je in ieder geval deze Pixelmon versie spelen. En ga je daarom zo zeggen van, nou Duffy, speel ik lekker niet. Het enige wat ik dan kan zeggen is,
Dan speel je lekker niet, grap. Ja, zo simpel is het gewoon. Mag je een avond op je doen? There we go. Perfect. We trainen ondertussen lekker door. En waarom ik nog door aan het trainen ben, mensen, is omdat ik natuurlijk heb gezegd, ik wil en zal deze aflevering onder de 300 komen met die ene orb. Kortom, ik moet het wel waar gaan maken. We moeten... Nee, wait a second. Wait a second, mensen. Ho, 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 ho. Degene die dus achterliet van Duffy, gebruik beide orbs, want dan ga je namelijk ze allebei vullen. Je hebt toch geen gelijk. Je hebt toch geen gelijk, want dat kan dus helemaal niet. Want wat er namelijk nu gebeurt, mensen, is mijn Orb of Frozen Souls, die blijft maar op 108 zitten. Kijk, want nu, dus let op, mensen. Deze zit nu op 100, of 308 en deze zit nu op 369. Ja. We hebben hier dus nu een Sableye. Die gaan we dus nu killen. Met Moonblast. Super effective namelijk op hem. Dus zo easy, kappa. En dan zien we namelijk nu het volgende, mensen. Dat is namelijk dit. 307. 369. Kortom, degene die ik vooraan heb staan, die werkt. Maar ze werken dus niet allebei. En dan is nu de vraag, wat nou als ik ze... Ja, en daar staat ik weer helemaal nergens op, mensen. Ik weet het, maar goed. Wat nou als ik ze zo ga zetten? Wat gaat er dan nu gebeuren? Ik weet het, mensen. Het staat helemaal nergens op. Don't judge me. Don't even judge me. Maar ik wil het gewoon proberen, oké? Mag ik alsjeblieft eerst aanvallen? There we go. Oké. Nee, dank je. Goed, wat is er nu gebeurd? 106? Nee, oké. Well, there you go, mensen. Het kan toch niet. Ik had toch gelijk dat het niet kon. Jammer. Dat had natuurlijk wel echt OP geweest. Daarom had ik dus iets van... Het moet de OP zijn dat eigenlijk kon. Alleen ik dacht even van, joh, het kan, maar ik moest beter opletten. En dat dus. Dus voor de mensen die nu weer rechts erover achtergelaten van Duffy, het kan niet, bla bla. Kijk de video eens af, joh! Want dan hoef je ook niet je rechts achter te laten. En waarom ik dat zo zeg is omdat ik heel vaak zie ik mensen ergens nog op reageren. Dat ik denk van ja, als je nou die video verder had gekeken, dan had je gezien dat ik mezelf had gecorrigeerd. Terwijl we nog een orb krijgen. I'm fucking done. Mensen allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan maar een duimpje omhoog klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom en mensen, tot morgen. Deze server wordt mede mogelijk gemaakt door Cake Hosting. Wil je ook een goede en vooral goedkope Minecraft server? Kijk op www.cakehosting.net of check de link in de beschrijving. Gebruik de code DuffyGames voor 15% korting.